Je hebt een plan bedacht om mensen buiten les te gaan geven. Hoe ben je daartoe gekomen en wat is precies jouw idee daarvan? Ja, ten eerste, bewegen buiten is natuurlijk hartstikke lekker en heel erg gezond. Bovendien, Qigong oefeningen zijn oosterse bewegingsoefeningen. Gewoon oefeningen voor je gewrichten, voor je spieren. En dat doe ik al 12,5 jaar in de Schelvorst binnen in het wijkcentrum. Maar aangezien het coronavirus moeten we afstand tot elkaar houden. Alle sporten zijn gesloten, je mag niet meer binnen sporten. Dacht ik van, nou, wat is nou lekkerder om hier buiten in het park te gaan oefenen. Met z'n allen Qigong te gaan bewegen. En onze weerstand te gaan verhogen. En zo een extra buffer te hebben tegen die corona. Zeker. Ja, corona geeft natuurlijk wel ook sociale beperkingen. We mogen niet meer bij elkaar komen. We moeten afstand houden tot elkaar. Dat kan allemaal met Qigong. Heel veel ruimte hebben we hier in het park. Dus allemaal geen probleem, we gaan gewoon lekker oefenen. Ja. En dat in kleine groepen, heb ik begrepen, hè? Ja, max 20 mensen. Hè, dan is het ook te behappen voor mij. En dan is het allemaal geen, lijkt mij geen probleem. Ik volg de richtlijnen van de RIVM. Als we afstand houden en we zijn niet neusverkouden, dan is het alleen maar goed voor ons, denk ik. Sporten blijft natuurlijk altijd gezond en helemaal als je in deze tijd alleen buiten bent en heel veel sportverenigingen hun activiteit hebben stopgezet, is het belangrijk om te blijven bewegen. Alleen als sportvereniging hebben wij wel een verantwoordelijkheid voor onze leden. En het coronavirus is een agressief virus en we moeten echt met z'n allen moeite doen om te voorkomen dat dit verder verspreidt. En dat betekent ook dat wij als sportvereniging besloten hebben om alle sportactiviteiten stop te zetten. En we gaan daar zelfs zover in dat leden die hierin niet meegaan, dat we die ook erg ten zeerste afraden om zelf activiteiten te ondernemen om toch in groepsverband te gaan sporten. Wij zeggen, ga sporten, doe dat in kleine groepjes van 2 of 3 mensen of alleen. En zorg dat je dus in beweging blijft. Buiten of binnen, dat kan ook gewoon thuis in de woonkamer. Maar ga niet in een grotere groep sporten.